Hey, vet dat je weer kijkt. Ik ben vanavond met Daniel, mijn collega. Hey. Op pad, op de Veluwezoom. En waarschijnlijk zometeen nog even oversteken naar Delenwoud om wild te kijken. Nou, we hebben het eerste beest al gezien. Hele dikke, grote sprinkhaan. Dat was wel heel cool. Die was best wel groot. Die was echt... Zo groot. Echt niet normaal. Ah, oké. Okay. Hij was wel groot. Die kleur. Iets kleiner misschien. Maar hij was wel een centimeter of 5, 6 denk ik. Dat is een behoorlijk beest. Maar goed, we komen natuurlijk voor het wild. Dus we gaan nu lekker op pad. Hopelijk lekker veel zien vanavond. Ik ben benieuwd. Eerste damherten gezien. 5 stuks, allemaal met een gewei. Heel cool. En die stonden gewoon lekker een beetje te grazen. Hadden ons op een gegeven moment wel door, maar damherten zijn altijd wat minder schuw. Dus dan gaan ze gewoon verder. We lopen nu nog even een stukje verder. Kijken of we nog wat edelherten hier zou kunnen vinden en zwijnen. En anders dan gaan we zo richting het Delenwoud. Oversteekje gemaakt naar het Delenwoud. Gaan we hier nog even op zoek naar wat herten. Benieuwd of we nog wat tegen gaan komen. Het is op zich een mooie avond zo. Het zonnetje begint al een beetje te zakken. En heel benieuwd of er ergens nog een roedeltje edelherten loopt. Dat zou wel mooi zijn. Net ook al een edelhert gezien. Die liep tussen de damherten. Dus eigenlijk weet ik niet eens helemaal zeker of het een edelhert was. Maar ik vermoed van wel. Aan zijn uiterlijk te zien wel. Maar het is een beetje een grensgevalletje. Dus als iemand het weet, dan mag hij het roepen. Nou ja, nu eerst maar eens even verder zoeken naar herten waarvan ik zeker weet dat edelherten zijn. Toch een mooi edelhert, hè? Ja. Dat is een jong mannetje. Spitser noemen ze dat. Die houdt in omdat hij dan zijn eerste gewei krijgt, zeg maar. Maar ja, dat zijn nog twee staakjes, twee spitsen. Spitser. En deze die zit ook nog mooi in de bast. Dus die is verder nog niet zich klaar aan het maken voor de bronst. Dat zal nog wel even duren. Hij stond lekker een beetje te vreten, maar die stond wel heel goed in de dekking verstopt. We hebben hem gevonden. Dat is het belangrijkste. Hij vond hem. Nou ja, we hebben hem gevonden natuurlijk. We hebben net nog een paar damherten gezien. En nu even onderweg naar de kleine heide. Om daar nog even te kijken of daar nog wat loopt. Misschien nog een paar edelherten. Dat zou wel leuk zijn. En, ja, eigenlijk is alles wel mooi. Het is een lekker avondje. Ook zonnetje erbij. Lang licht. Ideale omstandigheden.
Dat is een leuke afsluiter. Nog een stel damherten. Er worden op een gegeven moment een hoop gekraken. En we dachten van, wat is dat toch, joh? Toen op een gegeven moment zagen we een stel damherten. Die zaten gewoon in het kreupelhout. En die waren een verstoppertje aan het spelen. Maar die waren er wel goed in. Niet zoals het hert in mijn vorige vlog. En ook nog een edelhert. Met een kalfje. Die ergens achterin langs kan lopen. En dan net in beeld kunnen krijgen. Hartstikke leuk. Hartstikke mooi afsluiten zo. Dus we gaan ook maar weer eens terug. Hè. Het is weer mooi geweest. Dat was heel cool. We worden echt verwend vanavond. Weer een flinke lading met edelherten. Ook met kalfjes. Twee kalfjes erbij. Echt heel tof om te zien. Nu lopen hier zo nu lekker een beetje te grazen. En ondertussen is voor ons een of andere kudde hooglanders het pad over aan het steken. Dus dat wordt nog interessant. Nou, wij zijn ook alweer lekker op de terugweg. Want het is wel weer mooi geweest voor vanavond. Nou, ik hoop dat jij het ook leuk vond om mee te kijken. En ik hoop ook dat je de volgende keer weer kijkt. En zie je de volgende keer weer. Tot dan. Doei. Doei.